It's all I wanna do. Jesseren, welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Jesseren. En vandaag ben ik hier weer met mijn moeder. Hoi. Want we hebben op de video met mijn vader 100 likes gehad. Maar dan zou ik eigenlijk een deel 2 met mijn vader doen. Maar mijn vader wou heel graag een Q&A opnemen. Dus mijn vraag aan, voordat wij deze video gaan beginnen, laat nu even een vraag voor mijn vader achter natuurlijk. En dan gaan wij een Q&A binnenkort opnemen. Maar vandaag heb ik met mijn moeder een Woo to Weather Challenge natuurlijk. Dus laten we maar gelijk gaan beginnen. Ik heb hier vragen op mijn telefoon staan. Daar moeten we uit kiezen. Je weet al een beetje wat het is, toch? Ja, geloof ik wel. Oké, tijdens een ongeluk je beide armen of allebei je benen kwijtraken? Jullie weten mijn antwoord al. Ik zou mijn benen kwijt willen raken, want dan kan ik tenminste nog alles achter mijn computer doen. Ja. Alleen zit ik dan in een rolstoel, maar ik zit toch al hier in een stoel. Dat is het enige wat ik dan niet kan. En als je je handen niet meer hebt, ja, dan kan je niks meer. Nee, ik vind hem wel lastig, maar doe ook maar mijn benen dan. Ja, je hebt wel tegenwoordig ook van die pootjes die je... Dan moet jij het gewoon uitlaten. Ja, dat kan ook. Maar als ik geen benen meer heb, als we beide ongeluk hebben... Nee. Oké, liever vast komen zitten op een onbewoond eiland of een planeet in de ruimte? Onbewoond eiland. Daar kan je nog gered worden. Sowieso, maar onbewoond eiland. Ik wil niet de ruimte in. Nee. Oké. Om het leven komen door verdrinken of bevriezing? Bevriezing. Ik wil echt niet verdrinken. Dat is gewoon een stikje gewoon. Ja, we hebben dat ISIS filmpje gezien. Ja, hè? We hebben dus een video gezien waarbij ISIS is die mensen in zo'n kooi onder water liet zakken. En sinds ik die video heb gezien, zodra ik onder water ben, wil ik gewoon gelijk weer omhoog. Gewoon getraumatiseerd ben je gewoon. Ja, kan je hulp voor zoeken. Oké. Weten hoe de wereld vergaat of wanneer de wereld vergaat? Weten hoe hij vergaat. Want ik wil niet weten hoe lang ik nog te leven heb. Nee. Dan word je helemaal para, jongen. En dan denk ik, oké. Hij gaat over 3 jaar gaat hij zijn wereld naar de kloten. En dan kan je 3 jaar nog weten, maar dan weet je gewoon precies wat er die dag gaat gebeuren. Maar ik wil wel weten hoe het vergaat dan. Die weet. Hè? Ja, ik ook. Wat zit je nou te lachen, joh? Je moet naar hier kijken, hè, hier. Je hebt best wel veel tekst. Tekst? Ah, mooi toch. Ontzettend dom zijn of hoogbegaafd zijn? Hoogbegaafd. Ja. Zit er niet ver vanaf, denk ik. Ja, ja. Maar van dom bedoel je, of niet? Nee, van hoogbegaafd. Oké. Okay. Schat ik zelf zo in, hè. Gewild zijn of nodig? Wat willen ze daarmee? Wat? Gewild zijn of nodig? Nou, die nodig zijn. Ik wil wel graag nodig zijn, dat je me nodig hebt. En wat is gewild? Dat iedereen je wil. En nodig is dat iemand je echt nodig heeft? Ja. Gewild, want ik ben een YouTuber. Nee, grapje. Oké, jarenlang geen oog dicht kunnen doen of bij minste geringste in slaap vallen. Jarenlang niet mijn ogen dicht kunnen doen. Nou, ik bij het minste of het geringste in slaap vallen. En dan pleur je nu ook in slaap. Boeien. Nee, grapje hoor. Nou, ik zou gewoon kunnen slapen, kan ik gewoon de nacht doorwerken. Maar dat gebeurt niet hoor. Iemands toekomst kunnen voorspellen of iemands gedachten kunnen lezen. Iemands gedachten. Ja, ik zou echt zo graag een keer willen weten wat gewoon bijvoorbeeld bij papa door zijn gedachten gaat als hij gewoon echt iets niet kan. Stekker doen. Jongens, laatst toen gingen we de kamer. Dat had je echt moeten filmen. Nee, want toen had ik heel veel moeten bliepen. Gingen we de vader in de kantoorruimte van Waler ook nieuwe kozijnen in gezet, dus. Maar alles moest eruit. Dus alleen het wifi-routertje, voor mij natuurlijk, zat nog daarin. Dus wat we gingen doen, is we moesten een nieuwe stekkerdoos hebben. Maar eerst wilde mijn vader nog in de oude stekkerdoos proberen. Maar dan kreeg hij die stekkers niet meer in. Dus op een gegeven moment had hij die stekkerdoos en dan ging hij echt zo. Echt zo, en toen had hij gewoon een gat in de stekkerdoos geslagen. Nou, lekker. Poep eten met chocoladesmaakje of chocola eten met een poepsmaakje? Poep eten met chocoladesmaakje. Moet je echt kiezen? Ja. Wat was het? Poep eten met een chocoladesmaakje of chocola eten met een poepsmaakje? Nou, ja, maar je weet niet hoe poep smaakt. Misschien ga je wel smaak smaak niet lekker. Ja, maar ik ga het niet proberen gewoon. Vind je niet erg, hè? Ik heb wel een mooie droller. Nee, grapje. En wat zou ik kiezen? Ja, doe maar die met chocoladesmaakje dan. Ja? Je vriend betrappen met een andere vrouw of een andere man? Zo, andere man denk ik is echt heavy, zeg hij. Als papa van een andere man. Oh. What the fuck? Pap, ben je homo? Nee. Wat zou je dan doen? Ja, liever helemaal niks, denk ik. Nee, dan... Moet je al voorstellen dat beter dan met een vrouw. Moet je al voorstellen dat ik... Tegen een man kan ik niet op concurreren. Ik heb niet zo'n ding. Maar moet je even voorstellen
dat ik dus bij Jackie binnen kon lopen. En die bijvoorbeeld gewoon een vriend van mij ligt een neus in zijn kamer. Sorry Jackie voor het... Nou, Jack, je staat er weer mooi op. De rest van je leven alleen maar comedies of romantische dramafilms. Comedies, sowieso. Daar hangt South Park bij. Ja, maar ze houden er niet van. Kaal zijn of veel lichaamsbaring hebben. Ja, een jongen kan wel kaal zijn. Ja, maar echt kaal wil ik ook niet, dat ik echt helemaal geen haar op mijn hoofd heb. Nee, lekker. Je hebt toch vorige keer ook die vent in het zwembad gezien die met zijn rug onder de haren zat. Het leek wel een aap. Ja, maar nou, dat wil je ook niet. Dan laat ik het gewoon weghalen. Maar het kan ook. Je kan ja, kan. Blind of doof zijn? Doof. Oh ja. 10 miljoen euro ontvangen in ruil voor 10 levensjaren. Of betaal je liever 1 miljoen euro voor 10 extra levensjaren? Ik zou 10 miljoen euro inruilen voor 10 min levensjaren. Want misschien word ik wel 100, dan word ik 90. Ja. Maar ja, dat weet je niet. Dan heb je wel 10 miljoen euro om uit te spenden. Dan ga ik even die streepman niet bleu gooien. Ja. Wat zeg je? Doe dat maar, ja. Nou. Een prinses of een zeemermin zijn? Nou, die is meer voor jou. Prinses. Ik. Ja, jij ook. Nou, ik ben geen wijf. Nee, prinses of een zeemermin, wat wil je zijn? Als ik een meisje was, een prinses. Dat is wel fucking lekker. Oh. Dan heb je ook 10 miljoenen. Nooit meer in je leven seks hebben. Of nooit meer een telefoon. Nooit meer een telefoon. Easy. Ah, ik heb nog nooit geneukt, dus ik weet niet hoe het voelt. Nou, dan heb ik nooit meer een telefoon. Ook. Ja. Wie weet, we speel ik wel later in grote pornofilms. Maar jongens, we hebben alle vragen wel een soort van gehad. En die hoef ik niet te zien trouwens dan, die films. Oh ja, er was ook nog één vraag. Liever, laten we zeggen, je neef of nicht neuken zonder dat iemand erbij is. Of gewoon je vriend neuken waar heel je familie bij is. Allebei niet. Ja, je moet kiezen. Oh, dat lijkt me zo kutje, maar gewoon... Ik heb geen leuke neven, dus... Nee, wat, ja, maar oké, okay, maar stel als ik bijvoorbeeld een vriendin heb en ik ga hier liggen batsen, dat heel veel familie gewoon hier in die kamer staat. Dat is toch, dat is toch best raar? Ja, dat is best raar, ja. Maar wat kies je? Nou, dat ik wel naar mijn familie toekijk. Ja, doe maar dan. Ja? Nou jongens, super dan voor het kijken naar deze video. Natuurlijk laat je blauw duimpje omhoog achter. Als je nog geen vragen hebt achtergelaten van mijn vader, doet dat natuurlijk niet. Blablabla, gaat zo snel. Hij struikelt over zijn eigen woorden. Doe dat dan natuurlijk nu. En dan hoop ik jullie het gezien bij de video van morgen. Dus man, hoeveel likes wil je op deze video halen? Nou, weer 100 graag. Laten we 120. Als dat lukt 120 likes. Zo, die zet je wel hoog in. En we zitten hier, een hele mooie setup, wil ik nog even snel laten zien. Hier hangt dus helemaal greenscreen. Nee. Ja man? Ja. Zo. Nee. Jongens, bedankt voor het kijken naar deze video. Later. Hopelijk tot de volgende keer. Hoi. Doei.